Wij hebben het sterkste erf, omdat wij een gemengd bedrijf zijn met twee volledige takken. Veel samenwerking met het gezin. En ook buiten het gezin doen we alles samen. We hebben gezamenlijk akkerbouw met iemand. De varkens doen we in een keten. En het jongvee hebben we al 15 jaar uitbesteed. En we werken volop aan de toekomst voor onze jongens. Boerderij Te Katen. Boerderij Te Katen is in Veningen. Henk-Jan en ik hebben drie zonen, Bas, Koen en Guus. Wij zijn de vierde generatie en ik hoop dat zij dan de vijfde generatie worden op deze boerderij. Ze hebben in ieder geval wel interesse. We zijn een gemengd bedrijf met een 150 melkkoeien. En 100 stuks jongvee hebben we op een andere locatie bij een opfokker. De koeien hebben het jaar rond binnen op het volledig TMR-rantsoen met 70% mais. En de rest gras en losse bijproducten. We melken in een gewoon simpele melkstal. We houden van simpel. Wij besteden veel werk uit. We hebben een pool van melkers. We melken vier keer in de week, melk ik zelf. En voor de rest hebben we allemaal verschillende jongens en meiden die hier het melken overnemen. Daarnaast hebben we dan 425 fokzeugen. Dan werken we met een alternerend 4-weken systeem. Dus elke 4 weken krijgen er ruim 80 zeugen biggen in 2 dagen tijd. We werken in een keten, de Frivar-keten. Dus we hebben eigen, zoals ze zeggen, van zaadje tot carbonaatje, alles in eigen beheer. En dat doen we ook al 10 jaar. Daarnaast werken we ook veel met akkerbouwers samen. We hebben zo'n beetje 50 hectare akkerbouw. Die akkerbouwer beslist eigenlijk voor ons wat waar komt, de mais en het gras. Dat laten we over aan hem. Dus voor de vruchtwisseling is dat beter. We staan hier bij onze zichtstal, die we dit jaar voor het tiende jaar hebben. We zijn daarmee gestart. Ik kreeg eigenlijk uit de buurt vaak een vraag van, hoe gaat het bij jullie bedrijf, hoe is het met de koeien? Maar de vraag van hoe is het met de varkens kwam er nooit, omdat eigenlijk niemand wist dat je varkens hebt. Want dat zie je, niemand die zit in de stal. Dus we hebben gezegd, we gooien de boel open en laat maar zien wat je doet. En dat... We komen hier tussen de 1000 en 1500 bezoekers per jaar. We kunnen 7 dagen in de week gewoon komen kijken, zonder afspraak. We zijn op dit bedrijf ook volop bezig met innovatie ontwikkeling van een mono-mesvergister. Dit doen we samen met een energiecoöperatie hier uit de buurt. We hebben een apart bedrijf daarvoor opgericht. En wij hopen dit jaar nog van start te gaan met deze vergister. En daarbij gaan wij de mest vergisten tot biogas. En dan gaan we opwaarderen tot groengas. En dan gaan we dat op het 100 millibar netwerk, wat bij iedereen in huis ligt, gaan we dat invoeren. Daarvoor hebben we met de netbeheerder en de gemeente en de provincie ook een overeenstemming gekregen dat we het mogen invoeren in het lokale net. Daarbij zijn we een van de eersten in Nederland die dat gaan doen. Zodoende blijft het gas wat hier geproduceerd wordt, ook hier in de buurt. Dus dat is echt lokaal produceren en ook lokaal consumeren. We zijn al jaren bezig met die innovaties en de verduurzamingen. Wij zijn daarvoor in het dorp zijn we gevraagd voor in eerste instantie om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Een soort postcode roos was dat. Dat werd een probleem, maar we konden stroom niet kwijt. Toen kwam het groene gasverhaal. Dus we zijn constant wel bezig met vernieuwing en verduurzaming. De zonnepanelen hebben we inmiddels wel, maar dat is voor onszelf. En daarnaast hebben we ook een innovatieve luchtwasser die al 12 jaar draait. De passie van mij voor dit boerenbedrijf, dat is eigenlijk echt het ondernemen, zeg maar. Ik hoef niet alles zelf te doen, ik hoef niet altijd zelf te melken, ik hoef niet altijd zelf de varkens te voeren. Maar het samen met een groep dit doen en het plannen dat het lukt, vind ik natuurlijk... mooi, het gaat ook wel eens minder mooi, maar ja, dat hoort er ook bij. En op het moment is het met name mooi dat ik zie dat onze jongens, die hebben er ook interesse in. Ook het ondernemen, ook het dieren verzorgen, doen ze allemaal graag. En die helpen ook graag mee. En ja, je kunt merken, ze worden wat ouder, je krijgt steeds meer van dat je automatisch dingen gaat overleggen over de toekomst. Van nou, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen. En daar word je als boer ook gewoon blij van. Qua bedrijf toekomstbestendig, wij hebben qua vergunningen alles op de rit. We hebben 2 mooie takken, voldoende grond.
We zijn volop bezig met de innovatie met onze mestvergister. Als dat gaat lopen, gaan we daar ook een enorme milieuwinst mee halen. Dus voor de toekomst is dat ook een echte pluspunt.